Dag, ik ben Aybeline Atema. Ik werk als seniorverpleegkundige op de Polykliniek Dermatologie. Ik ben betrokken bij de zorg voor patiënten met chronische wonden aan hun benen. Op de polykliniek krijgen wij steeds vaker te maken met patiënten die rolstoelgebonden zijn. Deze patiënten blijven liever in hun eigen stoel zitten dan dat ze overstappen op de behandelstoel. Het gaat niet alleen om de risico's voor zowel behandelaar als patiënt, maar overstappen is vaak ook niet mogelijk. Wanneer de patiënt in de rolstoel blijft zitten, betekent dit voor de arts en de verpleegkundige dat er op een slechte hoogte gewerkt moet worden en vaak voor een langere tijd. Dit is ongewenst voor iedereen. Dit ongemak geldt niet alleen voor patiënten op onze polykliniek, maar voor iedereen die rolstoelgebonden is. Van jong tot oud, van licht tot zwaargewicht, van thuis tot ziekenhuis. En voor iedereen die zorg geeft aan patiënten in een rolstoel. De oplossing voor alle problemen, de eyelifter. De eyelifter is een plateau waarop de rolstoel geplaatst en bevestigd kan worden. Het plateau wordt op de gewenste hoogte gebracht, de patiënt kan in zijn vertrouwde stoel blijven zitten en wij kunnen ons werk goed doen. Niet meer tillen, geen valrisico's, niet meer bukken, maar snel, comfortabel en goed je werk kunnen doen. Het plateau is licht, goed te verplaatsen, opklapbaar, veilig en kan meer dan 200 kilo dragen. Samen met 100.000 andere collega's werk ik elke dag in de zorg. Elke keer als ik op mijn kleine stoeltje zit, denk ik, dit vraagt om problemen. Hier moet toch een simpele oplossing voor zijn. En die is er nu, de eyelifter. Lift u mee met mijn idee? Stem dan op mij.